Freekie, ben je daar ergens, jongen? Ja, daar ben ik, Rob. Freek, als het goed is, is jouw opdracht van vandaag een vrij makkelijke. Een Mission Possible. Je bent 15 jaar oud, je bent ons oppaskind en we hebben je op pad gestuurd om drank te halen. En die drank mag je dan hierop drinken. Waar ben je, Freek? Ik loop nu richting het café. Ja. Café de Tempelaar. Hey, goeiedag. Mag ik twee flessen wodka en een halve met Axe? Wodka en een halve met Axe. Mag ik niet, sorry. Het mag niet. Het is je gelukt, hè? Ja, een fles wodka en een fles Tia Maria. Ja, want dat was de opdracht voor de mensen die de radio wat later aan hebben gezet. Mijn oppaskind moest gewoon illegaal drank halen. En dat is hem gelukt. Waar is het gelukt? Ik liep naar binnen bij de Italiaan, zoals Vet hem noemde. Ja. En ik vroeg, mag ik een fles wodka? Dus die ging naar boven kijken, zijn drankrek. En die pakte een fles. En vroeg ik moest nog iets hebben. Dus ik denk, nou, dat Quarenta y Tres. Ja. Zeg, die had hij niet. Vervolgens begon hij me advies te geven van... wodka is Tia Maria wel lekker. Dus ik denk, nou, doe ik dat ook maar. Dus hij heeft je gewoon ook nog keihard... Ja, en vervolgens liep hij naar achteren, begon hij te rekenen. En ik heb het zelf zo gepresteerd om te vragen, mag ik een bonnetje? Ook geen probleem. Nee.